Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. En uh, vandaag is het niet echt een leuke video. Even nee, voor, leu voor mij geen leuke video, maar voor jullie misschien wel. Een iets of wat leukere video. Ja, het gaat dus eigenlijk een beetje over mijn privéleven. Niet het leven op YouTube. Mijn leven op YouTube, dat is goed. Mijn privéleven laat soms wel de mensen aan zich over. Wat wil ik daarmee bedoelen? Dat het eigenlijk. Soms gaat het een beetje bergop, bergaf, bergop, bergaf. Dat zul je dat wel kennen. Ja, ik wou totaal eigenlijk niet. Heelig doen of zo op YouTube. Maar het gaat er vooral over. Leven is. Kan soms een beetje zijn. Leven is karma. Zoals uh, andere mensen zeggen. Leven. Dat kan een pitch zijn, oké. Okay. Zoals jullie misschien wel weten. Sommigen onder jullie weten het misschien wel. Ik ben onlangs, op een paar maanden tijd, een paar vrienden gewoon kwijtgespeeld. Mensen waar ik aan gehecht was, gewoon kwijtgespeeld. Ja, gewoon door hun kut gedrag ben ik hen kwijtgespeeld. Ineens, uh, eh, goeie contact, goeie contact. En dan gewoon van de ene kant op de ene dag op de andere, gewoon geblokkeerd. Uh, ja, en dat is. Dat is wel tof, allee dat is niet tof natuurlijk voor, uh, voor dat uh, te krijgen, aan de hand te krijgen. En ja, het is ook wel tof dat je vrienden verklaard klaarstaan. Ik heb natuurlijk ook wel veel mensen zo, via Facebook en via Snapchat, Instagram en zo van die dingen heb ik wel mensen leren kennen. Maar de meeste mensen, ja, zoals Brent. Brent Acuria, die heeft ook onlangs teruggeupload. Uh, ja, Brent, als je dit ziet, je bent een topper. Uh, ja, ik ben blij dat je terug aan het uploaden bent, Brent. Uh, je doet het goed. Je doet het goed met alles wat je doet. Uh, doe zo verder. Maar, Brent heb ik ook leren kennen. Natuurlijk via YouTube en... Uh, Brent is een makker geworden, Brent is een maat geworden. En dat Brent, zoals Brent, er geen twee. Brent is uniek. Brent die gaat zich zeggen, als, dat zeg je direct aan hem, als hij, mag, als hij mag of niet mag. En ik heb nu het geluk gehad dat Brent me mag. Uh, Brent, dat is deze ziet, loof van Rumaker. Uh, ja, deze is echt wel is leuk om te zeggen. Want ja, Brent, ik heb. Ik heb heel zijn carrière, heel zijn, heel zijn, afgelopen maanden zijn YouTube al gevolgd en Ja ik was eigenlijk aan het wachten tot hij aan het uploaden was En eigenlijk elke dag zijn YouTube kanaal te te refreshen, refreshen, refreshen En eindelijk Dat nou, ik zag dat je, Brent heeft geüpload en uh, Ja Brent, je doet het goed, echt Met alles wat je doet, je kunt dat goed combineren uh, Ik ben echt trots op je je mocht dat weten, ik ben trots op je Brent. Uh, ja, niemand dat me trots uit van u afpakt. Uh, ni niemand dat me trots uit voor u afpakt. En, uh, ja, het, was eigenlijk, het is eigenlijk wel leuk om te horen dat jij terug aan het uploaden bent. Uh, het is echt leuk om te horen. En bedankt voor dat briefje dat je mij toen hebt gestuurd. Voor eigenlijk te laten weten dat je terug ging uploaden. Want ik was echt constant aan het wachten totdat je, tot je aan het uploaden was. Ik heb letterlijk elke video teruggezien. Omdat ik gewoon zei: Van. Brent, wat zit jij? En dan. Ik dacht zelfs in een video te zeggen: Van. Brent, waar zit jij? Uh, ja, deze, deze video gaat, is eindelijk toch wel gekomen tot aan Brent. Uh, ja. Brent is een heel goede YouTuber. Uh, zijn kanaal staat hier zeker in de beschrijving. En uh, ja. Brent, je doet het echt goed. Marker. Ik ben echt trots op u. Alles wat je doet in je leven, toch nog een YouTube kunnen doen. Het is echt... Ik ben echt trots op je. En zeker toen die 12 uur, 24 uur stream, sorry. Uh, toen, dat je, toen dat je die gekeken hebt. Toen ik. die gekeken hebt, voor letterlijk... Hoe lang was het? 16 of 17 uur? Echt, je werd je zo goed bezig. Echt, en dan... Uh, dan dat je een 12 uur stream had komen zien. Echt, allemaal toppers. En... Ja, zo'n zo vrienden moet je hebben. Zo'n vrienden gelijk Brent, wens ik iedereen. Echt, Brent is een topper. Ja, je mag het weten. Brent is een serieuze een topper. Ik... Oké, okay, deze video ging van slecht naar goed. Dus uh, bedankt Brent uh, om ja met dat berichtje te sturen. Echt, je zijn een topper. En... Ja, niemand kan een trots uit voor je afpakken. En ja... Het is echt... Wel leuk om te zien dat er, dat er terug geüpload wordt langs Brent zijn kant. Maar langs mijn kant heb ik blijven uploaden. Waarom? Ik wou Brent niet teleurstellen en ik wou eigenlijk heel mijn YouTube community niet teleurstellen. En Brent, je bent ook deel van de YouTube community. En uh, ja, zijn maar, zijn maar op mijn kanaal gezet onder vrienden van altijd deel. Uh, dat heb ik speciaal gedaan omdat, je, omdat ik weet Brent als een goede kameraad Brent. Dat is een kameraad voor het leven. En ja, Brent, ik zie je niet gemakkelijk. En. Nou, ja, nu weet je dat, je dat je dat hebt. En deze video is eigenlijk naar Brent gericht, maar ook naar andere mensen zoals Sven. Sven, ik hoor ook alles, alles wat je doet in je leven. Met die muziek. Met die. Uh, met die kliklik -klik dat zo hoog stond en dan ineens. Je doet het goed. Je doet alles goed. Iedereen. ...waarmee ik bevriend ben. Ik doe het alles goed. En uh, ...ja. Ik ben echt wel blij... ...dat hoe dat... ...Brent en Sven... ...iemand zijn leven kunnen veranderen. Echt. Merci mannen. Jij helpt me toch altijd door alles door. En eh... Uh, ...dat vind ik niet veel aan vrienden tegenwoordig. En daarmee wil ik dus eigenlijk ook wel de video afsluiten... ...met de boodschap van... Er is altijd hulp als je het niet meer kunt. En uh, ja, die hulp die heb ik gehad aan Sven en aan Brent. Merci mannen. Uh, ja, merci mannen. Uh, voor alles wat jullie doen voor mij. Merci, merci, merci. Ik ben jullie uh, compleet dankbaar. Voor eeuwig dankbaar. Maar dit was dus de video. En uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam... Dat is dan altijd wel Ga abonneren op Sven en op Brent. Dat zijn de twee kanalen die hier in in de beschrijving gaan staan. En tot de volgende, tot de volgende video. Ben ik je boeiend een joe